en waar we dus nu aangeland zijn, dat is de eerste bocht na start-finish. En deze bocht is altijd behoorlijk tricky. Want deze bocht gaat van boven langzaamaan naar beneden. En het laatste stukje een heel stuk naar beneden. Daar zit namelijk heel veel hoogteverschil in. Het allermooiste is dat we hier verschrikkelijk hard moeten remmen. Het hele soortje schuift in elkaar. En daarna is het altijd zo dat er een paar doorschieten, dus oppassen geblazen. Ja, we komen hier dus aan met ongeveer een kilometertje of 200. Aan de buitenkant aanremmen, goed ver afremmen. En hier dus de auto naar beneden laten vallen. Op het moment dat die auto in zijn vering valt, op het gas, accelereren naar buiten voor turn 2. Ja, hier zijn we dus aangekomen bij bocht 2. Vanaf de eerste bocht naar de tweede bocht komen we hier wijd aanrijden. Zoveel mogelijk naar de buitenkant hier. Ruim insturen, want zoals je kunt zien, die blijft maar doorlopen, die bocht. En dus enorm krijpen. Niet te vroeg binnen, anders ga je heel snel op onderstuur. Ja, en hier staan we dus in bocht nummer 4. Vanaf bocht 3 uitgekomen. Die opofferend. Van buiten aansnijden hier komen we ongeveer tot halverwege. Sturen we hier mooi over de binnenkant. En op dit punt, hier kunnen we lekker snijden over die curbstone heen. En vol gas uit accelereren. Om vervolgens zoveel mogelijk snelheid mee te nemen naar de volgende. Ja, en dan zijn we alweer aangekomen bij de ene laatste bocht, de chicane. Die chicane, die beginnen we vanaf een stukje lager, omhooglopend. Snijden we de bocht van buitenaf aan, mooi hier over de binnenkant heen. En heel goed letten op de exit. Pas op dat je niet te veel over de curb zo gaat, dan valt de auto om. Maar zorgen dat we zo hard mogelijk weer weg kunnen accelereren om vervolgens de laatste bocht in te gaan.